Welkom bij een nieuwe video, de tweede paragraaf van rechtsstaat en democratie. En vandaag zijn we aangekomen in het tijdvak van de ontdekkers en de hervormers. De middeleeuwen zijn voorbij. We hebben de reformatie gehad en we gaan kijken naar ja, de rechtsstaat en democratie in de Nederlanden. Nou, als we kijken in die tijd, dan hoorden de Nederlanden bij de Hertog van Burgondië. En de Hertog van Burgondië had giltes van Nederland en België en ook uh, gebieden in wat we nu Frankrijk en Duitsland eh, noemen. En die hertog van je, Philips de Goede, was die man die in de vorige video, als je die hebt gezien, de eerste staten-generaal bijeenriep in 1464. Maar je ziet dat door wat mensen die met elkaar trouwen, dat uiteindelijk de Nederlanden in de handen komen van de Habsburgers. De bekendste Habsburger, of één van de bekendste Habsburgers, dat is Karel V. En Karel de Vijfde had vrij veel gebieden. Ik heb er even een cirkeltje mee gezet. Gebieden in wat we nu noemen Spanje, Italië en ook dus de Nederlanden. En in het Heilige Roomse Rijk had Karel de Vijfde heel veel invloed. Hij was daar officieel niet helemaal de baas, maar toch luisterden ze vooral naar hem. Wat eigenlijk betekende dat die Karel de Vijfde een behoorlijk deel van West-Europa in handen had. Als we dan weer teruggaan naar de Nederlanden, dan zien we dat Karel V. In de Nederlanden steeds meer bezig was met het centraliseren. Hij had het bestuur voor een groot deel in, in Brussel zitten. En hij probeerde in zijn land één geloof in te voeren. Ik zei het al, de Reformatie was voorbij of was begonnen, kan ik misschien beter zeggen. Er waren katholieken en protestanten. En in Nederland waren dat eigenlijk vooral protestanten. Maar Karel V was katholiek. En hij ja, vond eigenlijk dat iedereen katholiek zou moeten zijn. Dus nou, protestanten werden gezien bijna als tweede rangs burgers. Op zich nog niet heel erg veel problemen, je merkte wel een klein beetje gemor. Als dan zijn zoon de leiding overneemt, dan zien we wel meer problemen ontstaan. Want hij gaat protestanten nog harder aanpakken, protestanten worden op de brandstapel gegooid, en je ziet dat er steeds meer gemor komt, ook onder de edelen, want Philips gaat het, uh, ja, zet het centraliseren nog verder door. Wat betekent dat de lokale edelen die veel macht hebben steeds minder macht krijgen. Mensen moeten heel veel belasting betalen voor heel veel oorlogen die Philips voert. Ja, en mensen zijn daar boos over. Vanaf 1566 zie je dat er steeds meer bijeenkomsten zijn van protestanten. Wat je een soort van buitenkerkdiensten zouden kunnen noemen. En dat zijn de zogenaamde Hagenpreken. En die Hagenpreken worden steeds... Ja, wilder en roepen ook steeds meer op tot verzet. En in 1566, dan is er een preek in, in, in België. En die roept de mensen op om naar een katholieke kerk toe te gaan. En alle beelden van de muren te trekken en schilderijen kapot te scheuren. En alles van rijkdom in die kerk te vernielen. Um, wat uiteindelijk um, ja, een soort van aanzet is voor allemaal vernielingen in katholieke kerken in heel de Nederlanden. En dat noemen we de beeldenstorm. En je ziet dat vanaf de beeldenstorm de band tussen Philips II... En de Nederlanden nog veel slechter is. En ook gaat worden nog. Want Philip stuurt zijn meest gewelddadige generaal naar de Nederlanden. Hertog Alfa. En die moet de orde herstellen. Je ziet dan dat er een opstand begint. Er zijn verschillende mensen die in opstand komen. En uiteindelijk, een beetje ja, op een toevallige manier. komt de leiding van die opstand in handen van Willem van Oranje. En Willem van Oranje begint vanaf 1568. Ja, die opstand tegen Alfa zou je kunnen zeggen. De staten, de gewesten die in opstand komen tegen Willem, van, tegen, Willem tegen Philips II, die gaan in 1579 samenwerken in de Unie van Utrecht. Dat is een samenwerking uh, waarbij ze zeggen we steunen elkaar militair gezien om ja, zich ook maar een beetje een vuist te kunnen maken tegen de Philips II. De en je moet je voorstellen dat was een beetje David tegen Goliath, want Philips II had een veel sterker leger en veel meer geld. Even belangrijk misschien, je denkt nu nou, we gaan wel heel snel door de Nederlandse opstand heen, of de 80-jarige oorlog zoals die vaak wordt genoemd. Ik focus me even vooral op de grote lijnen en op het politieke verhaal. En ik kijk niet te veel naar alles wat er omheen zit. Ik zou er nog veel meer van kunnen maken en van kunnen vertellen. Maar bij dit ja, themaboekje doen we dat even niet. Als we gaan kijken naar het kaartje, dan zien we dat de Unie van Utrecht de oranje kleur is. En dat de een licht oranje kleur, de gebieden zijn die de Unie van Utrecht eigenlijk wel een soort van steunen. En die gebieden komen eigenlijk vooral in opstand tegen Philips II. Als je kijkt naar de blauwe gebieden, dan zie je dat Philips, een, ja, een beetje wat edelen die Philips nog steunen, dat die proberen een tegenhanger op te richten van de Unie van Utrecht. En dat noemen we de Unie van Atrecht. Ja, ik heb het ook niet bedacht, Atrecht is een plekje in België, je ziet het links onder op het kaartje staan. Maar dat gebied is dus een stuk minder groot. En die Unie van Utrecht probeert dus militair ook samen te werken, maar die stellen ook meteen een aantal regels in. En een van de belangrijkste is bijvoorbeeld dat er in het gebied van de Unie van Utrecht gewetensvrijheid is. Dus dat je niet vervolgd mag worden als jij het verkeerde geloof hebt. Nou, die Unie van Utrecht is eigenlijk ja, tijden op zoek naar een, een nieuwe koning, ja, maar die kunnen ze eigenlijk niet vinden. Niemand wil koning worden in dat gebied, want dan weten ze dat ze meteen een probleem hebben met Philips II. En je ziet vanaf 1581 dat dan dat gebied de naam verandert in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En ik zei al, ze waren op zoek naar een andere koning. En dat, dat ging niet zomaar van de ene op de andere dag. Nee, er werd een heel uitgebreid ja, plakkaat opgesteld, een heel uitgebreide brief gemaakt... En dat, die brief noemen wij het plakkaat van verlatingen. En in die brief zeggen ze eigenlijk tegen Philips II: Philips, wij verlaten jou, we willen jou niet meer als koning. En we leggen in deze brief uit waarom we dat niet willen. En dat was best wel revolutionair in die tijd, want zo'n brief was er eigenlijk nog nooit geweest. En ze zeggen in die brief onder andere dat, dat Philips eh, oorlog voerde zonder toestemming van ja, de staten. En zonder toestemming van de, de burgers die daar wat over te zeggen hadden in de Nederlanden. Uh, dat hij de belasting verhoogde zonder toestemming en dat er ook geen eerlijke rechtspraak was, dus dat er niet uh, werd geluisterd naar de rechtspraak die er al was in Nederland uh, en dat zeker ook Alfa vooral ook vaak zonder enige rechtbank straffen uitdeelde en daarmee werd er eindelijk gezegd tegen Philips II, Philips jij bent een tiran, je bent een slechte koning en omdat jij een slechte koning bent hebben wij het recht om jou af te zetten. En nou, uiteindelijk, eh, zei ik net al, ze waren op zoek naar een koning. Dat hebben ze nog een aantal jaren lang gedaan. Dan konden ze de naam even nog aanpassen. Maar niemand wilde koning worden in eh, ja, het land wat in oorlog was tegen Philips II. En uiteindelijk gaan ze dan toch maar gewoon door als een republiek, een land zonder koning. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En met die republiek gaan ze nog jarenlang door met de oorlog tegen Spanje. Uiteindelijk is de meeste actie aan het begin van de oorlog. En gebeurt er in de, nou, de 60 jaar die er nog volgt niet zo heel erg veel meer. Um, maar dan hebben we wel een republiek in Europa. De eerste republiek die we tot dan toe kennen. Um, en dat is meer een beetje uit noodzaak geboren. Want Nederland wilde graag een nieuwe koning, maar die was nergens te vinden. Wat interessant is aan het plakkaat van verlating is dat als je dat naast de Declaration of Independence legt. Die jaren later, een jaar of tweehonderd later in... Uh, Amerika wordt getekend, dat je ziet dat heel veel tekst overeenkomt. Koning George wordt daar ook neergezet als een tyran, als een dictator. En er wordt ook uitgelegd waarom ze die mogen afzetten. Het plakkaan van Verlatingen en ook de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ja, is daarmee ja, vrij uniek in zijn tijd.